Mijn naam is Tony Amuka en dit is Yes Vegan Wageningen. In Yes Vegan Wageningen bezoek ik partijen en bedrijven die ons graag helpen in onze onvermijdelijke eiwittransitie. Ofwel de transitie van dierlijke producten naar plantaardige producten. Om jullie een beetje te inspireren, stel ik jullie voor aan een aantal unieke partijen uit eigen regio. Nou, ik ben van Goede Vakanties en we bestaan inmiddels 6 jaar. En wij zijn een familiebedrijf. We bieden gerechten uit de wereldkeuken aan. Okay. Maar ook met de visie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Nou, we hebben heel veel ervaring in de Midden-Oosterse keuken, Afrikaanse keuken, Zuid-Amerikaans. Nu ook Aziatisch, met Thaise keuken. En eigenlijk varieert dat enorm. Jullie doelgroep, wie zijn dat dan? Nou, we cateren voor particulieren, maar ook voor bedrijven, personeelsfeesten, bijeenkomsten. We hebben ook lange tijd gecaterd voor het asielzoekerscentrum, voor de bewoners daar. Dat doen we nog steeds, maar voor het asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Wauw. En we staan nu ook op de universiteit, waarin we tijdens de lunch onze maaltijden op het Forumgebouw aanbieden. Over het algemeen hebben wij altijd wel veganistische opties, daar houden we heel erg rekening mee. Dus we werken ook heel veel met peulvruchten, ook met de lupinebonen en ook met biologische oesterzwammen van Urban Fungi. Vegan eten, is dat ook iets wat je in al die culturen terug ziet komen? Is dat ergens wat jullie zelf bedenken? Ja, dat zeker. Ik bedoel, als ik ook bijvoorbeeld kijk naar de Iraanse keuken, waar ik zelf vandaan kom, zijn er ook echt genoeg vegetarische gerechten. Wauw, dankjewel Rebecca. Dankjewel. Nou, dit is een Iraanse dalcurry met rode linzen, bio-aardappel en lupinebonen. Lupinebonen? En een basmati rijst, witte rijst met safraan. We willen ook zo laten zien dat veganistisch eten ook heel lekker kan zijn. Hun zijn zeker Yes Vegan en hun maken het waar en maken het voor mij als een vegan echt een stuk makkelijker, leuker en smakelijker vooral. Dus ik zou zeggen, tot de volgende. Echt super lekker man. Echt heel lekker.